Lightsabers en een andere gun zijn terug in Fortnite, omdat het op 4 mei Star Wars dag was en vandaag gaan we daarmee spelen. Let's go! Goed dames en heren, lightsabers zijn dus teruggekeerd in Fortnite en ook een E11 blaster rifle, zo te zien. Yes, dames en heren, we hebben er een. De Obi-Wan Kenobi. Oh, we hebben ook dat andere ding gevonden. Wat trouwens ook overpowered aan die E11 blaster is, is dat je gewoon non-stop kan schieten. We rennen naar hem toe en we gaan pakken. Kom hier. Kom hier. Hier, oh, kijk, moeten we blokken? Hij heeft zijn shots niet. Maar kijk, ze kunnen me gewoon niet hitten. Het is toch overpowered? Oh, 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 nee. Oh. Er zit een cooldown op. Waarom heb ik hem niet? Oh, ik heb hem. We moeten naar hem toe lopen. Want kijk, ik kan nu op me blijven schieten, maar let op. Oh, shit. Huh? Wat is het voor random knockback? Oh, nee. Pak hem. Nou, jongens. Oké, dat werkt dus niet zoals ik hoopte dat het zou werken. Maar dat maakt niet uit. We gaan nog een game spelen. Volgens mij zijn de lightsabers trouwens niet zo heel zeldzaam. En een game trouwens, toen ik niet aan het opnemen was. Ik had er letterlijk 4 gevonden in 1 game. Voor de mensen die het trouwens nog niet hebben gemerkt. Er zit ook een Star Destroyer. Dat zit gewoon random in de lucht. Weet niet waarom het er is. Het is in ieder geval heel cool dat er een Star Destroyer gewoon in de lucht zit. Voor de rest is er volgens mij niet heel veel aan de map veranderd. Ik weet alleen dat hier nu het nieuwe vechtgebied hier in Tilted Towers is. Dat is niet meer in Rocky Reels. En als laatste is Tilted Towers bijna helemaal verwoest. Oh, volgens mij zie ik een lightsaber daar beneden. Maar dan moeten we even kijken hoe we hier naar beneden kunnen komen. Oh, daar viel ik al bijna. Zo. Daar is die. Hoppakee. Huh? Ik heb hem 2 keer voor 100 gehit. Hoe leefde hij nog? Ik heb hem volgens mij voor 250 moeten hitten. Dames en heren, drop even in de comments. Weet iemand hoe dat kan? Hey, 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 hey. Rennen. Hubbel was dat. Zo, de UA. Nou jongens, kom op. 7 HP. Goed dames en heren, we gaan in het nieuwe vechtgebied landen. Ik weet niet of dit zo slim is, maar we gaan gewoon naar Tilted Towers toe. Oh. Oh, even lightsaber. Waarom ga je niet dood? Ga dood, ga dood. Ja! We hebben hem. Oh, maar we hebben een lightsaber. Yes! Ja, zo hoor. Ja, zo hoor. Ik heb het gehaald. Hoor. Hoppakee. Zoom. Zoom. Huh? Wat is dit nou weer? Wat een loot hier. Oh. Snel, shield. Kijk, 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 kijk deze dodges. Auw. Rennen. Nu komen we naar je toe, jongen. Kom je halen. Kijk. There you go. We hebben nu wel de tactiek door, dames en heren. Het enige wat we gewoon hoeven te doen, is letterlijk naar mensen toe gaan. En gewoon op ze staan. Oh, en we hebben deze AR die ook zo ongelooflijk OP is. Oh, chat. Als we dit nog verliezen, dan weet ik het ook niet meer. Oh, staat iemand. Wat? Hoe vliegt hij? Huh? Hij vloog. Hoe kan hij vliegen? Wat is deze game geworden, dames en heren? Ik heb een lightsaber. Ik zie een of andere gast vliegen met een jetpack. Wat de f*** is hier aan de hand? Oh, daar is iemand. Waarom schiet hij niet op me? Ja, daar kan je niks, hè. Ik heb een lightsaber. Lightsaber. En springen. Zoom. Zoom. Ik ben niet zo goed hiermee. Oh, oh. Oh, shit. Oh, hey, thanks. Ga dood. Nee, nee, jongen, kom op. Oh, ik kon niet springen. We hebben weer een paar games met lightsabers gespeeld. Het was echt geweldig. Het was echt grappig. Als je het ook een leuke video vond, kijk dan ook deze even. Is ook zo'n leuke video. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. En zie ik jullie weer in de volgende video. Later, boys.